Nou, afgaan aan het begin van de broeddatum van Pino. Klopt het inderdaad? Er ligt hier een... Ach, nee joh. Eitje en een... Oeh, een kuikentje wat nog niet dood is. Wacht even. Ach jee, helemaal koud. Nou, slechte moeder ben jij. Nou. Kuikentje, hartstikke koud. Toch nog wel wat. Ik ga hem gauw weer naar binnen onder de warmte lamp leggen. Sorry. Nou, excuses voor de... wiebelige beelden net, maar dit is het kuiken. Hij ligt even snel onder de warmtelamp. De warmteplaat duurt altijd even wat tijd om dat op te warmen. Dus hij is wel helemaal koud geworden. En het is een zijdehoendertje. Dus nou, ik ga even kijken of hij nog een beetje bij komt. Nou, hij begint zelfs nu al na 10 minuutjes een beetje zijn oogjes open te doen of te bewegen. En ik heb zelfs een piepje gehoord, dus dat ziet er goed uit. Broedmachine even aangezet. Nou, we zijn nog geen 10 minuten verder. De kleine kabouter probeert nu al een bakje uit te kruipen. Wat natuurlijk niet zo heel slim is. Ja, ben je er? Zal ik je zo weer terugzetten bij je moeder? Kom maar eventjes rust. Even rust nemen. Ruud. Oké, terug hier weer bij het blije oude paar. Die het nog niet weten dat hij het overleefd heeft. Maar ik heb 2 lege schalen gezien. En ik heb 1 kuiken gevonden. Dus ik ga toch even grondig zoeken. Nou, hij ligt hier dus in het hoekje. Ook steenkoud, dus ik ga hetzelfde doen als met zijn broers en zus. Jezus. Sjubbels. Nou, dit is nummer 2. Ik denk niet dat hij het, haalt. Ik denk ook niet dat hij nog leeft. Ach. Toch als je goed kijkt... Zit er nog wat beweging in, gelukkig. Maar heel hard ademen doet hij niet. Kom je al? Hartmassage. Ja, kijk. Of het is een stuiptrekking, of hij leeft nog. Je bent tenslotte BHV'er. Ja, hallo, gaat het goed met u? Nou, kijk nou toch. Het zijn nou van die vreselijke taaie beesten hoor. Kijk, er komt een soort ademhalingje weer op gang. Yes, nou joh. Net op tijd erbij weer. Ik leg hem bij zijn broer, zus, in de broedmachine. Dan kunnen ze eventjes een... dagje in de broedmachine bijkomen. En dan kunnen ze weer terug, hoop ik. Een lousie moeder zegt die 2. Laat zien. Dit is ook een krul. Kijk, je ziet hier zijn krul al. Een hele lange krul zelfs. Ach, wat een zoetje. Kijk nou toch. 10 minuten geleden had ik hem bijna begraven. Hè? Nou, we zijn weer 2 uurtjes later en hier zitten toch hele fruitige kuikentjes in 1 keer in de broedmachine. Het is toch altijd wonderlijk hoe iets van bijna dood kan veranderen naar, ja, toch alweer iets waar muziek in zit. Hè? Ik ga jullie zo terugzetten bij nou ja, je moeder, die niet je moeder is en die je nu al heeft verwaarloosd. Maar het zijn in ieder geval wel of krul of zijdehoen krul. Yeah?